dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit hier lekker te ontbijten met Elisabeth, met Milan en met Myra! Een luchtalarm, dat klinkt anders hoor. Stom. Wil je zien wat ik besteld heb? Ja, Myron die was dus ook zo hard aan het gillen als ik net, omdat ze een bestelling binnen heeft gekregen waar ze zo blij mee is. Wat is dit? Is er misschien een nieuwe hoes voor de rol? Nee. Oh. Maar het is wel een hoes ergens voor. Een hoes? Ja, weet je waar ik last van heb de laatste tijd? Aan mij. Oké, nou eet smakelijk. Ik neem nog even een broodje, denk ik. Zit je nu ergens aan het nemen? Oh, en zo'n yogabal. Ja, een zittenbal. Zo'n yogabal. Schijnt goed te zijn voor je bekkenspieren. Meen je? Heb je een yogabal gekocht? Omdat ik heet in broekplas als ik moet niezen en zo. Dat had ik nooit. Ja. Nou, niet broekblassen, maar gewoon een drupje. Een drupje. Wat Elisabeth altijd aan. Schat. Wacht. Ja. Zullen we heel even wachten? Waarom? Diepe zucht. Ja, dit is wel echt... Zit daar ook een yogabal in? Niet. Nee. Ik heb hier ook een pakketje. Deze is voor mij. Maar wacht maar even met openmaken dan. Nou, daar gaan we. Ja, tuurlijk, schat. Oh my god. Even kijken, waar is die? Oh. Nou, bedankt dat je het verpest hebt voor mij. Nou, hoezo doe je zo kut? Ja, omdat ik dus hier echt van baal. Baal. Oh, wat lief. Ja, dat komt omdat jij dingen met mij deelt. Zoals, oh, zo'n baal lijkt me echt perfect voor mijn rug en de posities. En ja, dus ik heb hem meteen besteld. Als het dan te lang duurt. Ja, blijkbaar. Doe niet zo van mij, joh. Ja, als je het weer... Wow, het is echt een 2-2 hier. Ja, maar zij waarschijnlijk heeft Miron vaker al op dingen moeten wachten. Dat ze dacht, weet je, ik heb hier nu echt baat bij. Wat zet je mij nu in één keer in een slecht daglicht? Dus, wow, ja. Stel, jij geeft me nu een heel naar gevoel. Wow. Het is toch irritant dat je heet het in je broekplas, dus je moet niezen. Ja, is ook zo, schat. Dus ik dacht, ik ga niet nog een paar weken wachten. Ik bestelde meteen eten. Heb ik gisteren besteld, hè? En wat regelt zo'n... ja, 2 weken geleden besteld. Maar wat regelt zo'n bal voor de drupje? Ja, dan kan je zeg maar zo heen en weer gaan en zo. Dat die spieren zeg maar daar goed getraind worden. En dat als je dan niest, dat het... Ja, eigenlijk zit je baarmoeder nu tegen je blaas aan. Waardoor er best wel veel druk op je blaas zit. En als je dan in één keer moet niezen of lachen of zo, dan kan je dus in één keer een drupje geven. Maar ja, als je die spieren nog sterker traint, dan kan het dus zijn dat dat niet meer zo is. Oké, nou kijk maar naar je cadeautje dan. Oh yes, een yogabal. Dat wou ik zo graag. Wat lief dat je dat wist. Baby Go staat er op. Een speciale babybal. Ja, dit is een speciale zwangerschapsbal. Waar? Ja, dat heeft een 4,9 van de 5. Oh, wow, je hebt ook nog even research gedaan. Tuurlijk, schat. Ik wil het beste voor mijn schatje. In de vorm van een baby, joh. Nee, maar ik kan het op verschillende locaties neerleggen dan, hè. Doe ik gewoon boven eentje en hier beneden eentje. Doe het. Oké, bedankt voor het geruststellen. Anders dan leg één bal in dat schuurtje daar zo. Maar Elisabeth wil ook graag trainen op een bal. Dan kunnen we tegelijk. Ik drup ook echt gek. Bro. Dan kunnen Elisabeth en ik met z'n tweeën trainen. Nee, maar wel echt heel lief, schat. Heb je nog iets voor jezelf besteld wat ik misschien ook weer van de, uit de boom kan halen? Nice. Er zit ook een boek bij. Ja, daar zitten alle oefeningen in. Schat, ik heb onderzoeken hierna gedaan. Ja, ik vind het lief. Dat is wel heel leuk, ja. Heel schattig. Kijk, ook voor de kleine straks. Kan ook gewoon, hè. Die kan er ook op spelen. Ik vind het wel gemeen dat je dan dat zelf hebt gehaald. Want deze had ik al voor je klaar. Ja, wij hadden hem ook voor haar gesteld voor de kerst. Hadden jullie hem ook? Oh, dan kunnen we met z'n drie keer ook mee. Zal ik dan nu iets laten zien? Ja. Ja? Want wat ik heb besteld... Rapapa. Oké, wat gebeurt hier? Nou, dames en heren. Ik denk dat het een shirt is. Hè? Ik denk dat Milan helemaal gelijk heeft. Maar wat voor shirt? Dames en heren, aanschouw. Klaar voor? Ja. Oh, joh, die had ik gezien. Man, I love frogs. Ja, die is leuk. Die is leuk, hè? Die is leuk. Ja, die is leuk. Damn, ik zag deze, dacht, die moet ik hebben, nu kan het. Ja, nou ja, jij bent niet echt een milf, dan zou ik hem moeten dragen. Of Elisabeth misschien. Ze weet niet wat milf betekent. Echt wel. Wat betekent milf dan? Mother, I like to f***. Man, I love frogs.
Dus ja, ik hou van kikkers, dames en heren. Nice, heel sorry mooi. Sorry alle kikkers. Ben je blij met je bal? Ik ben super blij met mijn bal. Mooi zo. Ik kan echt trucjes op zo'n bal, hè? Ik moest dit vroeger met schaatsen ook hebben. Serieus? Ja, ik kan ook zo op mijn knietjes en zo. En dan nu deze oefening, maar kan ik nu niet doen, maar dan ga ik zo op mijn buik landen en dan weer omhoog en dan zit ik weer zo. Wow, ik vind dit ook al knap zo op je knietjes. Kan ook staan. Nee, doe maar niet. Maar zeg. Het is wel lang geleden. Ja, schatje. Automatisch op de valje. Is dit handig, schat? Ik ben er blijven schaatsen en met goede evenwicht. Kijk. Schatje. Kijk, je moest mij vroeger altijd oefenen hoor. Serieus. Ja, ik geloof het. Wow. Oké, dan ging ik zo landen. Schatje. Wat doe je allemaal? Nou, ik ben blij dat ik dit aan jou heb gegeven, want dit is wel echt. Leuk! Nou, Marjan is helemaal happy met de bal. Het is echt sporten, dit hoor. Ja, ja. Heb je echt veel oefening? Ik heb net een boekje afgelezen. Ja. Ik zag ook deze. Die is ook heel zwaar. Kijken. Gewoon buiten adem. Kijk zo. En dan dit. Oh ja, goeie. Voor je hamstrings, wow. Of dit. Jij verzint gewoon ter plekke allemaal oefeningen. Ja, of zo, push up zo. Wil jij iets doen? Nee, is goed hoor. Je gaat het leuk vinden hoor. Doe maar even. Oh, klopt. Zal ik staan dan? Doe maar. Dat zal ik niet doen. Houd je muur vast. Oh, even je muur vast. Dat is voetbal, dat moeten we altijd doen. Ja? Even voetbal, dat moesten we altijd doen. Ja, dat hebben we altijd gedaan. Eén keer in de 10 jaar. Je moet niet in het midden gaan staan, dat is alvast even een tip. Dat is wel knap hoor. Je moet een beetje zo aan de zijkant gaan staan. Ja, maar nu kom ik wel achter hoe knap. Ik heb een grap gehad. Ja, dat is echt moeilijk. Is meer aan de zijkant. Meer aan de zijkant? Je kan ook eerst op je knieën. Ik heb in mijn broek geplast. Doe eens op je knieën, dat is stap 1. Die bal is voor jou, schat, niet voor mij. Zonder even vast te houden, gewoon op je knieën. Ja, hier, dit kan jij wel, hè? Nu zit ik er gewoon op. Nee, dat moet je niet doen, echt op je knieën. Hoe moeilijk is dat? Milan, doe jij eens. Alleen op je knieën. Ja, doen. En nu omhoog. Ja, dat probeer ik al een hele tijd. Heel omhoog. Ja, hier. Oh. Dat is best wel pittig, ja, hè? Ja, echt super pittig. Serieus, ja. Dat is wel leuk, elke dag even een kwartiertje op die bal. Ja, respect hoor, serieus. Het is moeilijker dan je denkt, zo'n bal. Klopt. Je kunt mensen met elkaar overnemen, hè? Ja. Dat is wel leuk, hè? Dames en heren, we hebben Woody Woodpecker in de tuin. Kijk, dit is de eerste keer dat ik een vogel zie smikkelen van de pindakaas. Kijk dan. Wat was dit ook weer? Een bonte specht. Een bonte specht is dit. Kijk dan, hij zit met zijn hele kop in. Oeh, lekker pindakaasie. Hoe nice is dit? Heel leuk. Zo is het dus normaal ook, inderdaad. Nou, leuk, joh. Heel bijzonder ook. Ja, dus ja, alleen de deuren moeten nog. En dan het dak. En dan de achterkant van de klep. En dan hier moeten we nog een stukje afmaken.
En dan deze deuren nog. En dan zijn we klaar. Dus dat gaan we proberen vandaag te doen met nog 2 van deze dozen. Milan, als je daarheen gaat, dan ga je het wel vinden hoor. Er is maar 1 doos met 750 led in allemaal verschillende kleurtjes. Milan zit echt een foto te maken van de barcode, van de voorkant, van de zijkant. Ik ga scannen of je hem ook online kan halen en dan dat je misschien ergens kan ophalen meteen. Ja, in Zeist hier ligt er eentje. Ja, rustig. Maar dit is mijn manier. Wow. Ik heb net op de voorraad gekeken van de website. Ik heb gekeken. Ja, lag er nog 1. Nou. Ik weet niet wat Milan nu allemaal aan het doen is. Maar wel lief dat hij sowieso wil helpen. Dus ik ga alvast aan de slag met Myron. En als dan die nieuwe doos binnen is van Milan. Dan als jullie ook willen helpen. Dan gaan we 2 keer zo hard. En dan krijgen we het wel af vandaag. En gisteren heb ik ook iets besteld waar je dus nu al naar kijkt. Ik ga niet mee overigens. Die is voor jou. Nee. Kijk. Deze heb ik besteld. Ik heb wel wat beters te doen. Zegt hij. Ja, ga dit niet... Nee. Dit is toch geniaal? Deze wil ik dus aandoen. Ja. En dan thuis draaien. Ja. Plus size ook echt. Ja, ik weet ook niet waarom dat is. 54 inch chest. Heb jij 54 inch chest? Kun je het bijvoorbeeld meten, schat? Je hebt het heel goed in. Ik heb wel net een berekening gedaan voor de lampjes. Kijk, zie, berekend alweer. 1 doosje is niet genoeg. Hoeveel doosjes heb je er nu op zitten? We hebben er nu 3 dozen op zitten. Oké, want als je de hele zijkant van de auto naast elkaar legt en dat zie je voor je, dan is dat een groter gedeelte dan alleen de motorkap en de zijkanten. Dus met 1 doosje ga je niet dat en dat redden. En hoeveel wel? 1,5. Oké. Okay. Ja, 1,5 doosje kun je niet kopen. Nee, dan moet je er 2, maar 1 kan net niet. Maar weet je wat er dus aan de hand is? Of heb je nog? We hebben dus al 1 doos nog vol zitten. Oh. Eentje nog. Ja, eentje nog. Daarom. Dat was dus al de bedoeling. Dat is dus er komt nog 1 doosje bij. Dus ik denk dat we inderdaad nog 2 doosjes nodig hebben om alles voor elkaar te krijgen. Dus dit is top. Dus ik ga maar snel beginnen, dames en heren. En dan zie ik jullie zo weer met een nieuw doosje met LED-verlichting. En dan hebben we in totaal 5 doosjes erop. Dus 5 keer 750 is 3750, zoiets. Oh, dit is te groot. Je hebt plus size van 54 inch is 137 centimeter. Wow. Dus dat betekent dat rondom jouw middel jij 137 centimeter bent. Doet hij een kussen weer in, dat hij echt een kerstman buiten. Ja, dat was het idee. Oh, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik ga naar de winkel. Jojo. Ja, dag. Goedjes. Nou. Ga je helpen of ga je nu weg? Ik ga helpen, maar ik moet even de sleutel. Oh, oké, is goed. Nou, we krijgen in ieder geval goede hulp, dames en heren. Dus dat is mooi. Van 750 ledjes. Ja. En dan? Yes. Hebben we het gered. Niet normaal. Dus alleen een klein stukje hier van de spoiler. En dan deze 2 deuren nog. En dan is alles gefixt. Niet normaal. Echt bizar. Dan hebben we dus 6 keer 750 ledjes. Ik zeg het is tijd voor warme chocolade. Ik zeg, ik ben het met James. En ik hoop dat Milan een fotobon meeneemt. Oh. Milan is de laatste string aan halen en hopelijk oliebol. Yes. Dit wordt zo vet, niet normaal. En dan is het nu tijd voor wat lekkere warme chocolademelk. Warme melk. Huh? Oh, je gaat zo'n ding... Oh. Welke wil jij? Daar ga ik straks wel even eentje kiezen. Die witte chocolade misschien. Die is wel heel lekker. Deze is gloeiend heet, deze voor Elisabeth is thee. En dan even theezakjes pakken. Oh, en even chillen. Welke gaan we eens kiezen, dames en heren? De Pumpkin Spice Marshmallow. Dit is de Choco. Ja, Creamy White Chocolate. En dit is de Cookie Coconut. Coconut? Was misschien een gekke uitspraak. Coconut. Ik neem dan heel graag, als ik dan als eerste mag kiezen, de Cookie Coconut. Ja, geen witte chocola. Nee. Oké, dan neem ik witte chocola. Neem deze, met een mannetje. Nou, lekker. Ik neem toch de marshmallow, denk ik. Oké. Maar die met dat mannetje is wel echt geniaal. Wil jij die? Laat die zien. Ik ben benieuwd of het mannetje ook smelt. Ja, tuurlijk. Kijk hoe dit eruit ziet. Hij verdrinkt. Maar dit is een beetje zo'n theekoekje die dan in de hele hete thee doet, die dan helemaal uit elkaar valt, weet je wel. Denk ik ook. Misschien gebeurt dat wel met deze. Ja, of hij blijft wel heel en dat je hem gewoon kan eten. Nou, daar gaat hij, dames en heren. Mijn marshmallow.
Joep. Oh, dat is ook lekker hoor. Oh, lekker. Lekker dippen zo. Kijk eens even. Hoppa, als het goed is, de laatste. Ik hoop het wel, ja. Oh, yes. Anders dat is wel nice. Dipperen. Nee, ja. Dan gaat iemand anders hoor. Ja, de laatste en stekkerdoos voor alle lampen. Dus ja, dit is echt perfect. Ik denk wat de knop erop zit, joh, bro. Ik zie het net. Dat is een dikke knop. Jij bent in zo'n moed, hè? Ik zie het al. Maar het is wel fijn, want het is baby geschikt. Zie je dat? Ja, daar heb ik op gelet natuurlijk. Ja, dat doe je goed, bro. Maar het is wel een dikke knoepertje, ja, van een knop. Ja, dat is ook wel, ja. Oh my god. Dit zijn de laatste paar lichtjes van de in totaal. Jij had het uitgerekend. 4500 ledjes. 4500 ledjes, dames en heren. Niet normaal. Dat is echt niet normaal, hè. En dus ook 4500 tapejes. Ja. Ja, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar. Dit is denk ik wel een van de gekste projecten die ik heb gedaan op mijn YouTube kanaal. Qua dat ik er zeg maar tijd in heb gestoken met gewoon hersenloze werk. Ja, dat snap ik. Echt bizar. Het meeste voorwerk. Ja, het meeste voorwerk inderdaad, ja. Ja. Ik zag dus die TikTok en ik dacht van wow, vet, een BMW, 2200 lampjes. Dat ga ik ook doen. Ja, dan koop je gewoon veel te veel lampjes. En deze auto is veel groter. Ja. Dus en dan kom je erachter van, oh shit man, dat je veel te lang mee bezig bent. Ja, gewoon het dubbele aan lampjes heb je hier op zitten dan ja, die, dan die BMW. Als je dan voor een Fiat Panda had gekozen of zo, ja. Was je klaar geweest, beter geweest. Maar ja, dat maakt het weer zo uniek. Dit is de allerlaatste. Daar gaan we. Oh. De allerlaatste. 1, 2. De laatste lamp. Boom. Yes. Nou, hoppakee. Yes. Damn, dat hebben we echt nice gedaan. Zal ik het licht meteen uitklappen? Kun je jullie reactie zien? Ja, ik denk dat dat echt heel erg bizar wordt. Ja. Dit wordt echt heel erg bizar. Ik sta helemaal in het hoekje. Ik ben er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? 2, 3, 2, 1. Wat een zijkant van jullie. Het lijkt wel een baksteentje zo in lang zit. Dit is niet normaal. Damn. Ja, wat ik al zei, je moet je ogen zo doen. Ja, je moet eigenlijk inderdaad je ogen zo doen. Inderdaad, ja. Zo, dat is vet mooi. Ja. Beetje diamantjes. Zo, maar dit is niet normaal. Kijk op de hele zijkant. Zelfs de spiegels, tussenstukjes, alles. De hele achterkant. Ja, het is nu nog niet eens donker buiten. Laat staan dat het straks echt donker is. Ja, dit is echt bizar. Ook de bovenkant. Jeetje, Mina. Oef, wat een werk zat hierin. Ongelooflijk. Maar dit is wel heel erg vet hoor. Je ziet het ook weer in het raam. En hier aan deze kant. Hoe vet dat eruit ziet, hè. Wauw. Echt bizar dit, dames en heren. Echt sick. 4500 lampjes. En dan hebben we nu even een heerlijke late lunch, moet ik zeggen. Het is 4:30 ondertussen. Maar we hebben lekkere kibbeling en we hebben oliebollen. En lekker allemaal stokbroodjes met heksenkaas en allemaal andere lekkere versnaperingen. Heerlijk. Het is wel echt een flex wikkel hoor. Ach, het is ongelooflijk lekker. Ja. Ja, het is echt goed. Je weet dat er goed gegeten wordt als we gewoon een keukenrol op tafel hebben ook. Voor de mondhoeken. Lekkere Chinese tomatensoep ook trouwens. Dat is heerlijk. Hele goeie. Willen we nog een oliebol? Willen we dat? Ik zit helemaal vol. Ja, ik wil graag wel. Ik zit ook vol. Laten we vanavond als toetje doen. Wil jij wel? Wil jij wel? Ja. Echt? Wil je nog even spelen op die bal ook, of niet? Ja, maar even laten zien hoe goed je kan balanceren. Oh. Ja, doe even staan op die zwangerschapbal. Nee, toen de camera gestopt was, toen ging zij er ineens op. Toen viel ze bijna. Ja, dat is wel waar, ja. Laten we zien. Nee, niet met eten. Ja. Maar ik ga wel oefenen. Ja, doe ik hem in de oven? Nee, zometeen even onderweg naar huis. Nee, maar jullie kunnen die zak gewoon meenemen. Jij hebt het gehaald. Dan haal ik er 2 uit voor ons. Hé, hey, dat is een goeie. Doe dat maar. Ja. Dat is top. Wil jullie doen? Goed gedaan. Nee, wij nemen er maar 2 mee. Wij, anders eet ik het vanavond 2 in mijn eentje op. Dat gaan we niet doen. Kan je hebben. Jij bent bang dat je zelf wel. We vechten het zo wel even. Zo, dames en heren. Jullie dachten toch niet dat we het hierbij zouden laten? Nee, tuurlijk niet. Ik denk dat het tijd is om met de kerstverlichting op pad te gaan. Maar dan ga ik toch even proberen het pak. Ja, weet je aan het niet. Ik wil hem toch even proberen. Er staat hier dus een plus size. En Milan die heeft uitgerekend dat mijn
borst of zo en de rondte daaromheen 117 centimeter of zo moet zijn. Ja, veel te groot. Oh. Maar we gaan het proberen. Aan de schaal. Wow! Ja, daarom had ik deze uitgekozen. Er zat heel veel bij. Gewoon alles. Zelfs een brilletje, dames en heren, zie je hier. En de handschoenen. Wat en een wat. En als goed is ook die laarzen. Die past. Die past in ieder geval. Ik moet zeggen, dit ziet er wel goed uit hoor, dames en heren. Ja, dames en heren, zijn jullie wel lief geweest dit jaar? Want anders krijgen jullie zeker weten geen cadeautjes van de kerstman. Zo, kerstmannetje. Waarom deze dan? Ja. Je neus zit nooit baard op, hè? Dat is eigenlijk wel zo. Ja. Wow, kijk hoe dit eruit ziet. Ja, dames en heren. Daar is mijn jasje al. Nou, ik denk dat dit gewoon goed gaat komen, hoor. Ja, er zit ook een riem bij, hè? Wat? Zo, perfect. Super. Handschoenen aan? Nee, eerst de broek. Ik heb nu al haar in mijn mond. Dit gaat helemaal goed komen, hoor. Kijk dan, die broek is echt niet heel groot. Oh, echt veel haar. Huh? Dat valt echt wel mee. Ja, die laarzen zitten er natuurlijk nog bij. Wow. Wow, dit is best wel een goed pak, hoor. Doe eens de schoen uit. Ik heb één. Ik weet niet of het links of rechts is, maar je pak moet daar eigenlijk bij in. Deze, je mag niet. Nee, als je nu weer je schoen aan doet. En dan pak ik deze met onder je voet langs. Zo. Wat? En dit hoort erbij in. Die broek hoort er een beetje bij in. Dit gaat gewoon lukken, joh. Denk het ook. Ik denk dat we toch even naar Milan moeten om dit te laten zien. Dat denk ik ook, ja. Kijk dan. Wat? Wow, ik voel me echt een kerstman. Kijken, zo. En dan, niet te ontbreken. Oh, de riem! Wow, dit is echt een mooi pak hoor. Oh, ik moet eigenlijk ook een bel hebben. Oh ja. Zo klum. Als je het echt af wil maken, moet je wel een kussentje eronder doen. Want dan ben je echt zo'n fijne, forse kerstman. Zo, ho! Nee, niet zonder de baard. Ho, ho, ho! Wat zit je te doen met mijn vingers? Fijne vingertjes heeft de kerstman. Ja, je wil niet weten dat ik niet waar. Nee, maar weten jullie nog dat we met corona toen, dat Thijs toen als kerstman verkleed was? Ja. En dat we toen naar Oberoma gingen om cadeautjes te brengen. Dat was zo leuk! Ja, eigenlijk moeten we misschien kijken of ik ook nog een pak kan fixen. En dan misschien moeten we Thijs ook weer vragen of hij mee wil. Dat zou echt geniaal zijn, man. Wat? Ik verbaas me helemaal over dit pak, dames en heren. Even kijken dat mondje. Ik krijg wel heel snel haar in je mond, maar hoort er een beetje bij, denk ik. Ho, ho, ho! Everybody, Merry Christmas! Maar je moet even kijken, vertellen. Je hebt je rendieren ingeruild voor een ander soort voertuig. Ja, dat is zeker waar, lieve mensen. Ik heb mijn rendieren ingeleverd bij de dierenschuur. En daar staan ze allemaal netjes uitgestald. Nu heb ik in ruil gekregen deze rode bolide. Zo. Nu hebben ze mij verteld dat deze rode bolide ook aan kan met lichtjes. Dus laten we deze machine even aanzetten. Ik heb goed geluisterd naar hoe dit moet. Deze moet erin. En deze moet erin. Tada! Nog niet. Tada! Zo hé. Nou, klepje dicht denk ik. Zo is het. Super, waar gaan we heen? Naar McDonald's. Ho, ho, ho! Stap maar in mijn kar. Ho, ho, ho! Merry Christmas, everybody! Kom, my lady! Ho, ho, ho! Dames en heren, ik hoop dat jullie allemaal lief zijn geweest dit jaar. Zo ja, dan kom ik cadeautjes langs brengen met mijn nieuwe wagen. Holy shit, hè, serieus, mensen, dit is niet normaal. Dit is niet normaal wat ik hier zie. Oh my god. Dit is toch niet normaal? Kijk dan. Holy moly. Dit is echt niet normaal.
What? Ik weet niet wat ik zie, joh. Echt bizar. We hebben dit zo goed gedaan. Wauw. Ongelooflijk. Echt heel ziek. Ho, ho, ho. Hey. Vrolijke kerst. Hey. Heel smakelijk. Hoe is het hier? Vandaag, man. Waar ben jij? Ik ben Milo. Zo, ben jij wel lief geweest dit jaar? Zeker. Want jij bent grijns op je smol. En wie heb ik hier? Elisabeth, dat is zo, je hebt zachte handjes. Nou. Werkt u vaak met washandjes? Ja, met oude mensjes en washandjes. Wat deed u niet? Een pizza. Zo. Pizza kippie. Wat is dat? Dat heb ik niet aan de Noordpool. Nee, dat is ook niet ons probleem. Nee, waar is je buikkikkers, man? Die heb ik niet. Ja. Er moet nog even een kussen onder. Die noedel eronder. Dit is wel echt pokken heet, joh. Ja, dat geloof ik wel. Oh, jij bent het! Hey! Trapt er gewoon in. Gaan we straks een mikje pakken? Nee, we zijn er helemaal aan. Oké. Yay! Jawel, een ijsje. Oh nee, nu is het net alsof ik jou zo onder de duim heb. Maar jij wou het wel. Ik zei, ik heb helemaal niet geslapen. Ja, een dutje gedaan. Heb jij wel een dutje gedaan? Lekker man. Ja, lekker wij ook. Hoor. Lekker ja, lang hoor. Het is een lekkere zaterdag, lekker weekend. Maar je mag straks in de auto wel slapen hoor. Ho, 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 daar zitten we dan. Oh jeetje. Zo, we gaan even een McDrive'je pakken. En dat wordt wel een spektakel, denk ik. Het is zaterdagavond. Elke McDrive in Nederland is gewoon zwaar bezet. Zwaar bezet? Ja. Ja, met hongerige mensen. Met hooivorken staan ze voor de deur. Zo, daar gaan we. Ho, 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 Merry Christmas. Zo, dit is wel vet, hè? Ongekend. Zo. Dit had ik zo zeggen, gelooflijk, hè? Ongelooflijk. Dit is toch niet normaal? Dit is toch vet? Maar ja, nu nog naar een plek uiteindelijk met dus alle cadeautjes. En Elisabeth wil graag een Grinch pak. Een Grinch pak? Ja, ik vind het stom. Ik vind de lampjes stom en ik vind kerst gewoon ook stom. Ja, dan moet je inderdaad een Grinch pak, ja. Ja, die gaan we even bestellen. Die film is toch echt grandioos, de Grinch? Ja, die wil ik kijken. Ik bedoel, ik haat die film. Ik haat de Grinch. Zeg maar vrolijk kerstfeest terug. Vrolijk kerstfeest. Dank je wel, man. En fijne avond nog, hè. Ja. Doeg. Oh, zo fijn. Hij schreeuwt ook zoals jij. Ja. Vrolijk kerstfeest. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het chansen. Ik doe alsof mijn zwangere vrouw niet achterin zit. Even kijken. Ze moest wel echt helemaal lief lachen. Alles goed, bro? Lekker, man. Ja, toch? Dik, hè? Even een box houden. Even gefeliciteerd nog, hè? Met wat? Met je kind. Jij ook. Oh nee, wacht eens, maar niet. Ja, bedankt, hè, schat. Bedankt. Hé, hey, man. Alles goed? Dat zie ik ook. Wat zie je de kerstman, bro? Vrolijk kerstfeest! Vrolijk kerstfeest allemaal! Vrolijk kerstfeest! Vrolijk kerstfeesten! En gedraag je dit weekend! Iedereen is blij! Ja, iedereen vindt het leuk. Mijn haar in mijn mond, dit is toch fantastisch? Moet ik even... Niemand weet wie ik ben ook. Nou. Nee, hou ze denken dat ik niet op ben. En jou gefeliciteerd, hè? Oh, is Miron niet? Oh, shit, er komt weer een klant. Klant. Morgen! Kerstman! Yo! Mag ik een foto? Ja, zeker, Erik. Erik. Zo, ik heb je lijstje gezien, Erik. Naughty, naughty boy. Hé, hey, was ik niet, hè. Oh, oké, okay, andere Erik dan. Hey, gedraag, hè, dit weekend. Kom ja, ja. Aan. Mag ik ook foto zonder baard? Wat? Die is vast als een echte. Wat? Die zit er gewoon op, man. Dat kan niet. Hoi. Hoi. Goedenavond. Ja, wat is je naam? Ja, Sarah. Oh, wacht, zullen we zo doen? Ja, dat is leuker, hè. Ja. Wat ben je leuk, kerstman. Dankjewel. Leuk, man. Ik zag het in je vlog. Ja, ah, leuk. Wat wil jij hebben voor kerst dit jaar? Nieuwe schoenen. Wat voor schoenen? Yeezys. Ah, die zijn wel vet, ja. Die zijn wel vet. Ja, shout-out naar Kanye West. Vooral zijn dochter, want die is echt heel vet. Ja, daarom. Kijk, jou moet ik hebben. Hoi. Zat je me nou te filmen? Je fucking dik, joh. Ja, man. Ik vind echt vet. Ja. Snap je? Heel gaaf. De kerstman gaat wel dik dit jaar, ja. Ja, ja, ja. Ja. Zeker. Leuk, man. Kijk heel eens gaaf. Aan. Alsjeblieft. Fijne avond. Ja, dankjewel. Hoi. Wil je ook al een foto? Graag.
Nou, dat mag niet. Nee, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Kom maar, kom maar. Jij bent lief geweest dit jaar, of niet? Natuurlijk ben ik lief geweest. Mooi zo. Hey, morgen. Zijn we allemaal lief geweest dit jaar? Zeker, enorm. Ja, absoluut. Ja, oké, okay, geef me een box dan. Wat vinden jullie van de waggie van de kerstman? Ja, hij is dik, man. Dat is lijf, hè? Hé, het is de kerstman! Hé, hey, fijne avond, hè? Fijne avond, rest. Yo! Fijn kerstfeest! Yep. Yes! Can I get a ho ho ho? Ho ho, we hebben niet ho ho. Dames, wat willen we hebben? Een kleine milkshake aardbei. Mag ik een kleine milkshake aardbei voor de kerstman? Kleine milkshake aardbei, hè? Mag ik een kleine milkshake banaan? En een kleine milkshake banaan voor de kerstman? En mag ik een cappuccino? Ja. En graag een cappuccino voor de kerstman. En mag ik 4 mini apple pies voor de kerstman? En graag een medium milkshake aardbanaan vanille. Vanille. Dat was hem. Kan ik nog één keer een ho 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 krijgen? Ho ho ho. Oké, okay, let's go. Dank u wel. Vrolijk kerstfeest. Nou, hetzelfde. Ho ho ho. Ho. Oh. 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 Dit is heel mooi. Dank u wel. U bent ook heel mooi. Wie betaalt dan? Want de kerstman gaat niet betalen. Oh. Hoe kan dat? Oh my god, mijn wagen valt uit elkaar. Maar dit kerstman ligt toch Enzo Knol? De kerstman ligt op Enzo Knol? Enzo Knol, wie is Enzo Knol? Oh, ik ken Enzo Knol niet. Ik heb geen Is hij wel lief geweest, Enzo Knol? Ik weet niet, maar die kerstman ligt. Oh, moeten we maar eens even gaan vragen. Wie heeft de betaalmiddel? Wij hebben allebei geen geld bij ons. Oh, je zijn zo knap. Myron. Gefeliciteerd. Hey, Myron. Myron die heeft geld. Want je zegt in de kerstman is hem zo knap. Oh, ho, ho, ho. Ja. Fijne avond. Dank u wel, fijne avond. Ho, ho, ho. Hoi, Milan. Hi. Zo lief. Zo lief. Hi Milan. Ho ho ho. Vrolijk kerstfeest. Vrolijk kerstfeest. Ja, ze vinden het allemaal helemaal geweldig. Vrolijk kerstfeest. Alles goed? Ja, goed met jou. Ja, zeker. Hoi, alles goed? Ik heb jou een YouTube. Kerstman. Ja, kerstman, ja. Mooi hoor. Dank u wel. Merry Christmas, ja. Oh, Merry Christmas. Dankjewel. YouTube of? Dit is de YouTube channel of the Christmas man. Ja, yeah, Christmas man. Oké, okay, fijne avond. Ho ho ho. Ho yo yo. Oh, dit is toch grandioos. Iedereen wordt ook blij, weet je wel. Dat is gewoon top. Ho ho ho. Vrolijk kerstfeest. Yo yo. Dat heb je een prachtige auto, man. Dankjewel. Doeg! Ah, is toch lief? De mensen zijn blij. Is toch leuk? Deze ook. Even stoppen, even laten stoppen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Vrolijk kerstfeest. Ja, sowieso. En de kerstman is lief voor u geweest. Dikke RS6 of niet? Ja, sowieso. Ga je reffen. Zullen we ref battle? Ja, doe maar. Zo! Vrolijk kerstfeest! Yo! Yo. Holy shit, de kerstman heeft verloren, hoor! Ja, dat is veel verloren. Hij heeft een hoor, dat ding. Onderweg naar huis, even lekker appelpies eten. Appelpies. Appelpies. Zo, de auto is achter. Zo, kijk dan. Dat zijn onze rendieren. Ik denk dat iedereen meegaat achter ons aan. Ja. Dat denk ik echt. Iedereen wil hem zien rijden, die kerstboliden. Ik heb de hele parkeerplaats leeg. Vrolijk kerstfeest! Heel vrolijk kerstfeest! Er zijn allemaal hulpjes, die heb ik net cadeautjes gegeven. Die gaan dat nu brengen in het dorpje hier zo. Oké, er komt nog iemand aan. Hey! Vrolijk kerstfeest! Gassen! Zo, dit was vet, dames en heren. Dit was echt niet normaal vet. Holy moly. En moet je nagaan, we zijn nu nog gewoon even bij een redelijk rustige Mac Drive in Soesterberg.
Nee, Huis ter Heide. Oh, Huis ter Heide, sorry. Laat staan als je ergens bij zo'n 24 uur Mackie gaat kijken of in Amsterdam of zo. Zo, showtime is over. We zetten hem weer in de garage. Kijk eens even. In dat raam, je ziet het niet eens goed in dat raam, maar... Ah, verpest. Ja, licht het licht staat aan. Yo. Zo, maar dit was wel een ritje. Hoi. Oh. Dit was wel een ritje. Stel je paard op. Weet je hoe warm ik het heb? Ik heb dit hele pak al over mijn kleren aangedaan. Dus ik zweet me helemaal de pleuris. Maar dit was echt grandioos, dames en heren. Als jullie meer willen van dit, doe even een duimpje omhoog. Of je oortjes. Nee. Oortjes. Oortjes omhoog. Ja, of doe je oortjes omhoog. Zo, dames en heren. Dat was hem dan voor vandaag. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.